Ja, en daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Dance Gems. Uh, een, podcast, uh, een danspodcast vanuit een ander perspectief, uh, zeggen we. Uh, de titel van vandaag is Techniek, de uitdaging van discipline en creativiteit. Maar, zoals altijd, dat doe ik natuurlijk nooit zonder mijn maatje en collega Ton Greten. Ton, bedankt. Ik ben, er, ik ben er, Sean. Dus uh, ja, fijn. Ja. Prachtig onderwerp. Dus het eerste woord wat ik leerde uh, toen ja. ik van fanatieker ging dansen. Ja, techniek veel, uh, veel besproken. Misschien niet altijd hetzelfde begrepen door iedereen. En daar gaan we vandaag ja. hopelijk misschien wat uh, duidelijkheid of nog meer onduidelijkheid aan geven. Ons kennen. Ja. Uh, ja. Uh, wat ja. denk je van techniek, de uitdaging van discipline en creativiteit? ja dat de is, de is een prachtig, prachtig onderwerp, uh, techniek wordt heel te, tenminste is de mensen de aannamen wordt heel veel gebruikt, boom en letter waar ik vandaan kom, nou daar werd ik jarenlang mee doodgesmeten met techniek het en techniek of echt met de techniek met met het woord techniek, ja, ja met het voor alles hadden ze techniek, uh, dan benoemden ze met techniek, ja, ja en ja. Um, in die andere dansvormen heb ik dan langzaam geleerd mm -hmm. dit los te laten. Vooral bij de hiphop en bij de moderne dans. En, maar zodra je weer wedstrijd ging dansen met één van die ene discipline of hiphop of moderne dans of stijldansen. Ja, dan komt het woordje weer techniek weer bekijken. Ja. Uh, ja. Ja, wat is dan techniek, hè? zou je kunnen zeggen? Wat is dan de discipline uh, techniek? Ik weet dat jij in jouw boek een, 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 een definitie hebt uh, benoemd. Uh, ja. Ik heb zo mijn eigen uh, ideeën daarover. Iedereen heeft zo zijn ideeën daarover, denk ik. <laughs> maar uh, ja. we noemen dat altijd techniek. Wat is? Laten we even kijken naar de gem. Die komt er wel heel. De gem? Bij. Uh, ja. Uh, bij de gem zeg ik welke lichaamsdelen je wel en niet gebruikt. Dus of coördineert. Dus de lichaamsdelen die op zijn plek blijven, die gebruik je dan niet, maar eigenlijk gebruik je ze wel voor ze op zijn plek te houden. Ja. En de bewegingen, of de lichaamsdelen die wel bewegen door de ruimte, en de anderen die stil zijn en op de plaats blijven in de ruimte, want stil ben je ook nog nooit. Dus de lichaamsdelen die wel en niet bewegen, en ik gaf een beetje context daarbij, met een hoeveelheid bewuste spierspanning. En de coördinatie tussen wel en niet bewegen en een bewuste spierspanning tussen wat wel en niet beweegt, ja, daar gaat het eigenlijk om bij de jam in de tien lichaamsdelen. Maar het is nooit het hele lichaam, wat alle lichaamsdelen bewegen. Wat ja. probeer dan aan? Al die lichaamsdelen te proberen in de, en je gaat op de vloer liggen, ja, dat is nog wel een uitdaging. En ook lichaamsdelen op zijn plek te laten of op de plaats in de ruimte, tot die niet door die ruimte bewegen. Maar zoals ik eerder zei, bewegen die altijd. Maar het ziet zichtbaar stil uit. Dat is ook een enorme uitdaging. Onderschatten veel mensen dit. En dan heb je binnen de jam nog de techniek. En daar kun je nog heel ver in gaan. In enkelvoudig bewegen en in samengesteld bewegen. Enkelvoudig is dan één lichaamsdeel, bijvoorbeeld hoofd of alleen maar een schouder, en de rest hou je op zijn plek. En dat kan alleen maar door middel van buigen, strekken en roteren. Dus als ik het ja. nu heel kort ga vertalen, Sean, dan kom je uit op techniek is het wel en niet bewegen van de lichaamsdelen met een bewuste spierspanning. Oké, okay, ja. Nou ja, ik persoonlijk zou zeggen dat spierspanning ook alweer een beetje dynamisch zou kunnen zijn. Hè? Maar dat, ja. uh, daar kunnen we een beetje over twijfelen. Dus ik nee, heb het voor het, Ja, dat, nee, het, is, het is denk ik van beide. Gelukkig is het, uh, is het nooit uh, 100% zwart-wit. Dus ik had voor mezelf heb ik altijd een klein beetje. Daarom zijn we ook dicht tot elkaar gekomen, denk ik Tom. <laughs> Eerst zal ik even willen uitleggen wat de GEM is. Hè? De GEM staat voor de uh, Great and Equation Method. En dat is ook de titel van uh, Ton's uh, um, boek, hè? de uh, dans vanuit een ander perspectief, <coughs> waaruit eigenlijk we uh, elkaar in gevonden hebben. En ook deze podcast is daar vandaan gekomen. Dus daar hebben we het woord gem een beetje gebruikt als edelsteen, dance gems. Misschien zijn wij het wel, of misschien zijn de gasten die we uitnodigen wel de dance gems, of de dingen waar we over praten. Ja, ik denk, ik denk dat iedereen een edelsteen is, ja, dat, zo. Dat denk ik ook. Op ja. welke manier dan ook. Dat denk ik ook. Maar de, uh, ja, mijn uh, wat. Uh, ik ben een wat simpeler mens. Hè. Mijn simpele definitie van uh, techniek is de bewuste coördinatie van de beweging um, met en tussen lichaamsdelen. Ja, zo kun je het ook omschrijven. Ik, ja, ik en... begrijp hem wel en ik kan hem vatten. Als ik uh, zeg maar mijn uh, trainers. Uh, die zeiden altijd, techniek is het strekken van de benen of uh, hoe je de benen of de voeten gebruikt. Klopt deels, maar het dekt niet de hele lading. Want benen en voeten zijn maar ja, een beperkt aantal lichaamsdelen. Ja. Nou ja, wij hebben zelf natuurlijk veel gezien dat uh, uh, als we kijken naar de techniekboeken in dansen, dan komen die, dan komen die veel uit de klassieke uh, balletwereld. Uh, uh, vaak is dat ook een beetje genomen. Ja, dan heb je er ook. En vaak is dat een beetje gebruikt als de basis voor de andere techniekboeken, zoals het beroemde boek van. In de Bolm is dat althans een beroemd uh, boek van uh, Walter Lett, uh, de techniek van lettendans. Maar wij moeten wel concluderen dat dat een, een, een beschrijving is van vaak alleen het voetenwerk. Ook nodig, maar dat is niet om, omvattend techniek. Hè? Nee, het is een beperkt lichaamsdeel die wordt beschreven en vastgelegd. Is ook niet te doen in een techniekboek. Nee. Dat je alle lichaamsdelen in ruimte tijd vast gaat leggen voor ieder moment. Voor... Dan, dan heb je in plaats van dit boek, van één lichaamsdeel, heb je zo'n boek nodig. In ja, absoluut. Zo'n boek, ja. zo boek ja. nodig. Maar dan kom je dat natuurlijk het. op iets heel bijzonders. Wat jij gedaan hebt, Ton, is, uh, is, uh, is dan toch kijken naar de techniek. Uh, de techniek in die zin opbreken in kleine definities. <laughs> ja, ik moet het heel voorzichtig zeggen, maar een lichaamsdeel kan je maximaal maar op drie manieren bewegen, zegt Don dan. En, uh, en dan hoe je dat dan beweegt, dat is de techniek. En hoe je het dan be zou bewegen, zou dan wijzen naar een soort van technische kwaliteit, wat al een lastig begrip is. Wat wij dan, Ton, Jij en ik, veel meer in de dynamiek gaan brengen. Hoe je, de, hoe je ze beweegt. Huh? Ja. ja, klopt, John. En eigenlijk heb je maar drie acties hè, in het bewegen van een uh, lichaamsdeel. Ja. Nou, zeg, noem ze huh? nog maar even dan: ja. uh, bu buigen, strekken en roteren. Of het uh, flexen, uh, verlengen en de rotatie. En je hebt nog een vierde. Maar um, die is meer anatomisch, sidebending. Ik deed je maar eventjes even voor, uh, voor de kijkers, degene die het zien. Ja, er zijn eigenlijk maar uh, uh, elk onderdeel, althans die wij in de GEM benoemd hebben. Uh, we hebben dat uh, bewust uh, gedaan. Tien is ook een mooi getal om te onthouden. Uh, tien ja. kan ook iedereen onthouden. Uh, nou, uh, ik ben één iemand die ook nog, uh, ik zal ze heel even snel noemen. Hè. Dit is je hoofd, één schouder, twee. Armen 3, je handen 4, je vingers 5, je borst 6, je pelvisgebied uh, 7, je benen 8, uh, je voeten 9 en je tenen 10. Nou, hoe deed ik het dan? Ja, perfect. <laughs> cool. ja. Ja. Nou, en ik ben, even iemand, <laughs> ja, ik ben een 10 voor 10. Nou, ik ben een centerpent. <laughs> ja. Mensen zeggen: Ja, maar je hebt toch nog wel meer uh, onderdelen. Ja, ik ben iemand die ook zijn oren kan bewegen. Hè? Ja, ja, nou, ik weet ja, ja. niet of we dat aan de danstechniek moeten toevoegen. Ik doe ja, ja. het even in beeld. <laughs> ja, 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 je kunt ze bewegen. Maar ja, het, het wordt nog technischer hè, als je ze zo kan coördineren dat je nog één voor één kan bewegen. Dat ja, dat kan. En als ik ze zou kunnen buigen, strekken. Ja, dat kan. Ja. Ja, ja. ja, nee, oude. maar klopt. Ja, en met die drie, zeg maar. Technisch uh, of de coördinatie tussen die drie drie buigen strekken roteren. Dan kun je eigenlijk alle elementen, dynamische elementen, erin stoppen. Zoals um, tikken, bouncen, swing. Dat kun je allemaal daarin stoppen. Dus die zitten voor die acties eigenlijk. Dus de acties zijn eigenlijk die drie ja, dat waardoor is... je dat coördineert. Ja. ja. En, en door het op die manier te beschrijven, om, om op die manier, het is altijd een benadering, hè. dus, uh, dus laten, we, laten we het ook zo zijn dat als Ton en ik in dit geval het over techniek hebben, beste luisteraars, dan willen we het niet beter weten dan een ander. We, we hebben een nee. andere benadering, kiezen we heel bewust, dan mm -hmm. vanuit een ander perspectief, um, om te zorgen dat je niet voor elk ding uh, zo'n dik boek nodig hebt. Maar als je het eigenlijk uh, al kunt uitbreken, dan denk je, oh, dat is makkelijk. Tien lichaamsdelen en ieder lichaamsdeel uh, kun je op drie manieren uh, bewegen. Nou, dan moet je dat maar eens gaan doen, zeg ik. Hè? En dan in coördinatie. Dus ik zeg, de bewuste coördinatie van de beweging met en tussen die tien lichaamsdelen. Ja. Uh, Klopt, en als, John. En, uh, en dat is een... Uh, ja, dat is, uh, als dus iemand ja, zegt ja ik, ik moet mijn voet 18 uitdraaien ja dat is een bewuste coördinatie van je voet in een roterende beweging uh, ja dat staat dan bijvoorbeeld in het Latinboek als je ja. Latin gaat dansen mm -hmm. en dan noem je zeg maar zo'n stap Latin Cross uh, ik ga dat even niet uitleggen voor de luisteraars maar dan zijn je voeten op een bepaalde manier uitgedraaid ja. en daar staat die ook beschreven in het boek dat die zoveel graden is uitgedraaid maar dan heb je ook nog een waarnemer of een publiek, ja, die interesseert dat niet en die weet daar niks van. Die kijkt uiteindelijk van, hoe beweegt dat? Die kijkt niet, hoeveel moet die uitgedraaid zijn? Dat is voor een, iemand die ja. niet danst, niet zo interessant. Nee, maar dus, dus een, een boek zoals, uh, zoals de Meester Danstechniek, die omschrijft dat dan als techniek, waar Ton en ik zeggen, nou, dat, dat, dat mag je als doel nemen. Van een beweging, dat, dat is prima, daar heb ik niks op tegen. Het kan ook een reden zijn waarom je in een bepaalde uh, beweging dat doel wilt hebben, dat is ook prima. Maar de, de techniek zit erin, in, het, in de beweging, terwijl heel veel technische boeken eigenlijk alleen maar de placering, dus die, 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 die zetten het stil. Uh, dus als je naar de gem kijkt, zoals in ieder geval Ton en ik er altijd over denken, het is altijd een proces. We hebben het ook ja. Over, ja, we hebben het over beweging, over movement. En, en techniek is vaak beschreven vanuit het, het stilstaan. Uit de, uit de proces, ja. Uh, uit, ja. Het komt kom vooruit op proces en het gaat ergens naartoe. Het is een ja. moment eh, waarin je... Nou ja, ja Wij zijn meer procesgericht, dus formatief noem je dat ook met een heel chic woord. En dan heb je summatief, dat is dan meer op resultaat gericht, op goed en fout. Daar zijn wij minder op gericht. En je merkt ook nu dat ons onderwijsstelsel langzaam, langzamerhand nu op procesgericht gaat werken. En we werken ook, Sean en ikzelf, met. Uh, uh, trech, vragen, dus dat je eigenlijk een vraag stelt een open vraag, daar krijg je antwoord op dan ga je in de verdieping in de volgende vraag, de volgende vraag, de volgende vraag en dan kom je tot de kern wat iemand echt uh, wil beantwoorden en voelen wil en ook wat hij daarover denkt en van daaruit is je vertrekpunt eigenlijk voor de techniek in buigen, strekken, roteren ja, dat maar is anders dan het, uh... Ja, fantastisch ja. uitgelegd, Tom. Echt waar. Uh, ja. het, uh, kijk, want in zo'n actie uh, kan je, je kan de actie zelf niet stilzetten. Als ik de roteren wil laten zien, moet ik roteren. Ik kan niet zeggen, ik roteer. Nu, met, ik, ik, ik heb een één plaats in de rotatie. Dacht dat ik ik heb één plaats in de rotatie. En, ja. uh, en dit, is, dit is techniek dat ik het <tie> <tie> roteer op deze manier. Klopt, en die rotatie, dan gaan we het niet te ingewikkeld maken, maar het is ingewikkeld, daar gaan we wel een volgende podcast over maken. Niet de volgende, maar daar komt een podcast over. is mm -hmm. ruimte-tijd, en hoe ruimte-tijd, hoe je die in events kan delen, in kleine slices. Maar dat is dus een ander podcast. Ja, klopt, John. Eh, eh, techniek evolueert. Want als die stil zou blijven staan, ja, dan... Eh, met een dansvorm als kunst, als we het kunst mogen noemen, is kunst vrij van regels. Want als je aan regels gebonden is, ja, dan, krijg je, dan, krijg je, dan kan hij niet evolueren. Hoe wil hij dan een evolutie gaan maken? Dus en als dan iedereen hetzelfde zou moeten uitzien in de techniek, zeg maar in dansen, ja, dan komt het ook wel mechanisch over. Dus het gaat om mensenwerk en. Daarvoor kiezen wij voor buigen, strekken, roteren in de tien lichaamsdelen. Hoe je die benut en hoe je ze in gaat zetten. Horizontaal, verticaal, diagonaal, in de ruimte. Maar ook nog eens met hoe. Nu ga ik wel heel erg snel, denk ik, voor de luisteraars. Dat is de bevlogenheid, zeggen we dan. Ja, hè? dat is de bevlogenheid. De bevlogenheid ja, ja. ja er, zit, er zit iets in... Um... Niet in die bevlogenheid, maar wat je zegt, ja, er zitten natuurlijk veel onderdelen in. Uh, ja, een, 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 nou ik zou niet zeggen belangrijker, maar zoals, zoals wij het proberen te zien, moet je techniek beschrijven vanuit de beweging, niet vanuit stilstaande posities. Huh? Dat is één. En dan zit daar natuurlijk evolutie en innovatie in. Het is dus niet alleen een natuurlijke evolutie. Maar er zit doordat dansers en choreografen altijd andere bewegingen willen bedenken, uh, verandert de techniek die nodig is om die bewegingen te, uh, te maken. Die verandert natuurlijk ook. Uh, het mooie van de gem is dat de, de basisgegevens, dus waarmee je de techniek creëert. Die verandert niet. Je gaat niet in één keer twee hoofden hebben. <laughs> uh, je nee. dat, dat, dat niet. Dat wil niet zeggen dat als je, ja, als je, uh, uh, als je geen benen zou hebben, dat je dat niet zou kunnen dansen. Je kunt nog steeds dansen. Hè? Ja, kijk, dat, je uh, hebt wel twee schouders, maar die ja. kun je dus enkelvoudig benutten. Dus ja. één schouder, dan wordt die asymmetrisch. Heb je twee schouders, is die symmetrisch. Dus uh, komen we ook nog op terug. Er komt ook nog een podcast van. Uh, ja. Die hebben wij nog niet, John, die podcast, maar die staat wel op de lijst. Dus, ja, die hebben uh, we nog, die hebben we nog zoveel. Ja, nu gaan we, gaan we een beetje in de hardcore. Uh, uh, ja, ja de, 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 klopt. De, 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 bewegen van, van het dansen. En, en ja, het is heel logisch om, of logisch althans, in, ons, in onze beleving is het logisch, dat we begonnen met techniek, omdat het zoveel gebruikt wordt. Hè. Er zijn toch veel mensen die zeggen: ja, maar die. Ik, uh, ik, uh, ik ben technisch wel goed, maar ik dans dan niet zo goed. <laughs> en ik denk, oké, okay. ik snap dat niet helemaal als iemand dat zegt. En ik vraag nee, dat dan dat altijd: bedoel wat bedoel niet. je dan met techniek? Nou, dan zeg ik, ja, ik ben veel preciezer in het plaatsen van mijn voeten. Of ik, ik strek mijn benen heel goed. Maar het kan een onderdeel ja. zijn van techniek. Dat klopt. Ja. Uh, ja. Maar, maar, uh, waar... maar, maar precies, is ook zo'n woord wat je niet uh, vast kunt leggen, want precies, wat is precies genoeg? Nee. Ja, dat, dat, dat vraag ik dan altijd. En niet, niet hmm. om iemand uh, af te wijzen, maar eigenlijk, je wil het eigenlijk altijd begrijpen. Als, uh, als, als, ze, dat, uh, als ze dat zeggen. Hm? Dus, um, maar we horen dat natuurlijk hè, heel veel. Uh, maar we horen het misschien ietsjes meer in... In sommige stijlen, in andere stijlen, horen we dat toch eigenlijk gewoon een stuk minder. Eh, dus we horen dat heel veel in de traditionele -en letten Ik ben Ton, is even weg. <coughs> dus dan ga ik het eventjes alleen doen. Eh. Tons camera die was uh, weggevallen. In de -en letten hoorden we dat natuurlijk uh, vaak. En in de klassiek ballet uh, hoorden we het zeker heel vaak. Is uh, het woord techniek in andere dansstijlen zoals hip-hop. Of Westco Swing wordt daar allemaal wat minder uh, naar gekeken. <tacht> maar daar is niet minder techniek voor nodig. Dat is een beetje ja, een, 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 mis, uh, een misvatting, zou ik haast willen zeggen. Dat je in dansen waar geen, uh, het woord techniek niet uh, benoemd wordt, dat daar geen techniek achter zou zitten. Nou, ik ben benieuwd of Ton nog terugkomt. Anders hebben we vandaag een podcast Dance Gems met alleen Jean. Of we moeten het gewoon maar opnieuw doen. Uh, maar anders ga ik gewoon heel erg, uh, heel erg uh, eventjes door. Ik ga even wat ondernemen en delen benoemen. Waar als Ton terugkomt, waar ik, uh, waar ik het er met hem over zou kunnen hebben. Uh, we kunnen het hebben over de physical discipline. Voorin uh, bijvoorbeeld. We kunnen het hebben dadelijk over uh, heeft emotionele expressie, heeft dat ook een techniek? Uh, is techniek, is dat nou hetzelfde als creativiteit? Of is het uh, zeg maar de basis van creativiteit? Uh, en techniek is, is dat waar we het al een beetje over gingen hebben, is dat een onderdeel van het constant leren en vooruitgaan? Ja, gaat ga toch eens even kijken wat Ton is. Hè? Uh, uh, ton, ik zal hem even ondertussen, hè. dat is toch mooi eigenlijk met zo'n mooie podcast die we hebben, is dat we gewoon kunnen doorpraten en dan tekst ik gewoon even, Ton, ben je daar? Ja, dus, um, ja, dat is het onderdeel van uh, techniek. Nou, ik ga, uh, ik ga eventjes wat verder, hè. Um, dus ik had al gezegd, de bewuste coördinatie... Oh, nou, Ton stuurt me even een berichtje. Ik ben er. <laughs> nou, niet in, de, niet in de podcast, hoor. Niet in de podcast. Ja, dan knippen we dit er gewoon misschien eventjes uit. Dat kan natuurlijk ook, hè. Dat, nou, misschien... Nou, daar is Ton weer. Boem. Ja, Tom, ja. Nou, daar ben je weer. <laughs> Kijk eens aan, John. Je was, uh, je was weg. Nou, ja, ik weet ook niet hoe dat kan. Technisch. Nou, technisch, hè? Ja. ja. Technisch, ook... technisch. Technisch. Kunnen we je verder je gaan zit... op de plek, John? Ja, we kunnen ietsjes verder gaan, maar je zit een beetje in beeld. Uh, yeah. Nou, dat is toch het mooie van zo'n podcast, hè? Zeg ik dan maar uh, een kleine internet zo. Je kunt gewoon eventjes. Uh, ja, dat is perfect, Tom. Uh, ja. Inmiddels had ik uh, onze luisteraars gewoon meegenomen uh, op het avontuur van uh, de techniek. Mm -hmm. En een van de dingen die ik, uh, die ik me afvroeg is, uh, is techniek, is dat nou, uh, is dat nou, staat dat nou tegenover uh, creativiteit of is het uh, misschien meer de basis van creativiteit? Uh, sommige mensen vinden dat uh, ja, de techniek ze soms hindert. Uh, in, in, in de creativiteit, waar ik me iets bij kan voorstellen als je het benadert vanuit een statisch oogpunt. Um, ja Sean, um, eigenlijk kunnen we eens kijken waar techniek vandaan komt. Want techniek, uh, uit mijn onderzoek, komt het vandaan uit techné, uit het Griekse woord techné. Dus de kunst voor de techniek. En dus je bent eerst creatief bezig. En dan uit die creativiteit heb je een oplossing gevonden. Daar hebben we ook een prachtige podcast over. En vanuit uh, dat punt kom je uh, naar dat punt wat je net zei. Ah, dus, ja. uh, nou, dat is op ja. zich wel, uh, moet ik eerlijk zeggen. Uh, en, uh, ik zal, uh, dat is op zich wel een openbaring hè? want vaak wordt uh, uh, hoor ik uh, ten aanname, vaak hoor ik uh, dat mensen zeggen ja, de techniek hindert mijn creativiteit eigenlijk en nu zeggen wij in de podcast toch maar even nou eigenlijk is het andersom je creativiteit heeft eigenlijk techniek veroorzaakt ja en, ja. en, en dat zou dus eigenlijk ook altijd zo moeten blijven in de, in de opening zeiden we al uh, hoe hoe meer bewegingen je wilt maken, hoe meer je erachter komt hoeveel techniek je nodig hebt om die beweging te kunnen maken. Uh, ja, en dan ja, voor... ja, want, ja, want je ontwikkelt. Ik, ik zal het voor de luisteraars iets misschien wat verduidelijken. Je ontwikkelt je creatieve motorische vaardigheden. Het zijn al heel veel woorden. En door die vaardigheden constant op eenzelfde manier te gaan doen. Leg je dit vast in de bepaalde techniek. En ga je die techniek ook nog aan anderen overbrengen? Dan uh, wordt die iets verder verspreid of wijder verspreid. Waardoor die anderen ook diezelfde coördinatie of vaardigheden, hoe je het wil gaan noemen, ga je die ontwikkelen. En dan als je dat dan ook nog in het boek vast gaat leggen, dan ligt het steeds vaster en vaster uh, ligt het vast. Maar ik bekijk het zoals uh, van Gogh. Toen hij zijn bepaalde, uh, uh, hoe zeg je dat, penseelstreek had. Ja, die uh, was in het begin uh, vonden ze dat helemaal niet zo uh, geslaagd. Hij verkocht ook nauwelijks schilderijen. Daarna uh, na zijn sterfdag uh, ging de familie die schilderijen verkopen en dan verkocht hij daar heel veel, of niet hij meer, want hij was dood, dus, uh, zijn familie. En. Uh, en dan hebben mensen die zeg maar die uh, te technische vaardigheden, die penseelstreek overgenomen, en zo kun je het een beetje bekijken. Maar het komt uit de kunst, je creëert iets nieuws, dat ga je vastleggen, en dan kun je daar, door de herhaling kun je die techniek uh, ja. dan uh, vastleggen. Dat heb je ook in de techniek zelf, hè? In, de, um, in de it Wereld heb je dat ook, hè. die chips die worden steeds kleiner en dan zitten ze te kijken hoe creatief ze met ruimte om kunnen gaan en hoe creatief ze ermee om kunnen gaan. En de banen die ze gaan vastleggen, ja, als je die gaat herhalen, dan, kom je die, dan krijg je dus steeds diezelfde chip. Maar, zoals we eerder hadden genoemd, daar is een evolutie in en dat ontwikkelt zich verder en dat wordt steeds geavanceerder en zo kun je dansen ook bekijken vind ik dan. En zo ja. kun je het bekijken. Nou laten we heel even dat uh, uh, ontleden eigenlijk hè want uh, ja. dus waarom het, waarom het dus door uh, in althans in onze optiek de mensen het zeg maar op zijn kop hebben gezet dus nou is iemand geweest die heeft die techniek is die gaan beschrijven dus mensen zijn bij hem les gaan nemen toen dacht diegene, uh, laat ik het maar vastleggen, dat kunnen we ook definiëren noemen. Mm -hmm. En toen gingen we die definitie als uitgangspunt nemen. En dan gebeurt er iets heel anders. <laughs> dus de, 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 degene die, die zijn bewegingen op een bepaalde manier ontdekt heeft en beschreven, dat is een, een ongelooflijk werk, by the way, om dat te doen, welk boek dan ook geschreven is. Op dit gebied heb ik in ieder geval, wij samen eigenlijk, tonen daar veel respect voor. Maar het is een momentopname. En, uh, en dan worden die vastgelegd. En als er dan alleen maar gezegd wordt, ja, dat is de enige manier om dit te doen. En de enige bewegingen die je kunt maken. En je noemt dat dan techniek, dan heb je jezelf beperkt. Want ja. de creativiteit is dan gestopt. Het begin, ja. het begin voor het boek en voor het leren is weggehaald. En nu willen we met die beperking creatief gaan worden. Dat, dat hoop ik dat we dat kunnen goed overbrengen, Tom. Dat ja. daar in zichzelf best wel iets moois in zit. Maar dan ben je ja, eigenlijk je... alleen maar aan het reproduceren. Klopt. Van. Het reproduceren. En, en, dat het, ja, en dat maakt het ook ook mechanisch. En ook het omkadert. Ja, het is Kijk, we hebben nu. Zelfs. Ja. Het is ingekaderd. Zoals onze zeg maar twee hoofden nu. Als iemand kan kijken naar het scherm, we zijn ingekaderd. Ja. En buiten die kaders zie je niks meer. Kijk, ik heb mijn boekenrek aan de achterkant. Maar wat buiten dat boekenrek is. Dat, kan je niet dat zien. kun je nu niet meer waarnemen. Dus het is ingekaderd. En, en natuurlijk, uh, dat is in, in, in een aantal boeken. Daar, kan je, daar heb je nog wel steeds heel veel speelruimte. Maar op een gegeven moment houdt het op natuurlijk hè, met die speelruimte. En dan wil je dus een beetje buiten die kaders uh, uh, gaan, gaan leven. En dat, dat is dus vaak aan de hand, zowel in, uh, ja, in bepaalde dansvormen is dat gebeurd. Uh, je ziet dat in dansvormen die heel vrij uh, zijn begonnen, zoals hip-hop, uh, gaan mensen dat ook beschrijven. En daar loop, je ja. Ja, daar loop je het grote risico... Ik denk dat dat al gebeurd is trouwens, Tom. Uh, daar loop je het grote risico dat we het uh, gaan inkaderen. En ik heb altijd een beetje de bedoeling... Uh, of de, de mening gehad dat het, dat niet eens de bedoeling van de schrijvers is. Het, het, het mooie van jouw boek vind ik, Tom... Dat je dat boek eigenlijk niet kunt inkaderen. Maakt dat ook niet je doel overigens, hè? Maar het, in het boek van Tom staat niet... Een bepaalde beweging beschreven. En dat bedoel ik met een series van beweging. Daarin staat hoe je kunt bewegen en wat je nodig hebt om te bewegen. En dat, ja. is, een, dat is een behoorlijk groot uh, verschil. Uh, het ja. een sluit het andere niet uit, overigens. Hè? Uh, uh, maar dat, dat is het, het mooie. En daar zit zeker een stuk techniek in, maar daar zit meteen in. Um, dat techniek niet een statisch uh, uh, groep van, van, van skills is. Dat, dat zit erin, Ton, in jouw mm -hmm. boek. Ja, dat klopt. Die heeft vrijheid, dat boek. Het geeft ja. je wel opties en mogelijkheden. Uh, het boek geeft je dat niet. Uh, die informatie die kun je daar halen. Maar als je daar niks mee gaat doen, dan ontwikkelt dat zich mooi. daarvan uit ook niks, uh, Sean. En als, ja, ja. Ja, dat is mooi gezegd. Het boek zelf geef je ja. dat natuurlijk niet. Nee. Dat is je eigen nee. creativiteit. Hey, dus ja, uh, dus het, een ja ik, zo leg ik het maar een beetje uit met alle respect voor jouw grote mooie boek. Maar je kan, uh, je kan natuurlijk een set Lego kopen en dan per se uh, de, de, de handleiding volgen dat je daar een ruimteschip van moet maken. Ik kan een fantastisch ruimteschip maken. Maar op een gegeven moment zeg je, hey, maar al die mooie Lego-blokjes kan ik ook iets anders bouwen. <laughs> en, ja. uh, en, en, maar die keuze moet je zelf maken. Ja. Het is prima om eerst dat, om, om, om het te begrijpen, om eerst dat ruimteschip te bouwen. Dan denk je, oh, zo passen die dingen dus in elkaar. Dan, dan snap je de techniek erachter. Maar dan moet je ook zien dat techniek uiteindelijk je meer keuzes zou moeten geven in, mijn, ja. in ons optiek, meer opties en keuzes. En als ja. techniek de ja. andere kant op werkt, dat het je keuzes inperkt, dan zetten wij onze vraagtekens erachter. Dat is het enige. Dat is het. Ja. Kijk, als je zeg maar wat ouder bent, dan wil ik niet zeggen dat je star bent. Eh, oudere mensen kunnen zich ook nog ontwikkelen. Maar als je dan star in je hoofd bent, ja, daar ben ik te oud voor, dat lukt me niet ja. meer. Ja, dan, eh, dan kun je ook niet die techniek verder ontwikkelen. En daarvoor werken we steeds met jonge mensen. Jonge mensen eh, die die techniek krijgen aangeleerd, die ontwikkelen dan wat vrijer. Maar oudere mensen kunnen dat net zo goed als ze vrij worden in hun hoofd. En eh, alles is mogelijk, ook voor een 80-jarige of een 90-jarige. Eh, je ziet ook wel nu tot een. Eh, 80 jarige ook wel parachute kan gaan springen, ook al heeft hij dat nog nooit gedaan, met behulp van iemand tot hij eraan hangt en dan over ja, een bepaalde durf krijgt en te gaan springen. En zo kun je dat bekijken ook met dansen. Nou, dansen is voor iedereen weggelegd en het, uh, het bevordert je motorische vaardigheden en je hoeft niet precies te volgen altijd. Als je dan de juiste leraar hebt en dan krijg je ook hè, input, geef bepaalde output. Dus als een leraar je uh, vastlegt op de input, ja dan wordt de output, ja dan wordt die ook beperkt. Dus um, ja, het is ook nog de kunst om de informatie over te brengen in een bepaalde vaardigheid die je graag zou willen tot die wordt ontwikkeld. Ja. Ja, dat, is wel, uh, dat, heeft, uh, dat duidt ook een beetje naar de, onze, uh, onze titel van de podcast, Ton. Uh, 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 een jong mens heeft vaak. Uh, ja, die, die, die zoekt meteen altijd die vrijheid. Uh, oudere mensen in de traditionele zin. Die hebben het vaak niet, niet altijd, Ton en Jean, maar die hebben het vaak over discipline. Je moet dit doen, je moet dat doen. En dat spanningsveld, uh, uh, in plaats van het van elkaar wegnemen, kun je wel zien dat. Uh, om je creativiteit, zeg maar, uiting te geven, zoveel mogelijk uiting te geven, heb je wel vaardigheden voor nodig. Uh, ja. Dat zeker. Een jong, een jong kind die begint te tekenen, die tekent met heel veel creatieve vrijheid, maar bereikt niet precies wat diegene wilt uh, bereiken. Dus daarom zien die dingen er vaak wat, wat, wat vreemder uit. Maar dat is met heel veel creativiteit gedaan. Maar iemand ja. die alleen maar techniek heeft, die maakt hele mooie streepjes, maar. Het heeft uh, misschien niet zoveel creativiteit. Die twee dingen bij elkaar brengen. Ja, dat vind ik in dans iets bijzonders Tom. Dat vind ja. ik, uh, dat, vind ik uh, dat vind ik wanneer ik een technisch vaardige danser zie met heel veel creativiteit en vrijheid. Ja, dat vind ik iets bijzonders. En je moet zelf kiezen waar je wilt staan over. Dat, dat maakt mij niet zoveel uit in principe. Maar als choreograaf en danser en dansleraar, ja, als ik, als ik dat tegenkom, dan vind ik dat heel bijzonder ja Dat dingen, eh, vind ik ook fantastisch. En wat het ook nog heeft, zo'n met de techniek. Ja. Als je alleen maar de volgt, de techniek en de aanwijzingen van de leraar. Ja. Dat is een aanname wat ik nu uh, zeg, maar het is ook wetenschappelijk onderbouwd. Zeker. Um, de blessure preventie door, een, uh, door de methode die wij hem aanleren. Dan kun je zelf bepalen waar je buistrek roteert. En je kunt zelf naar je grenzen gaan zoeken. Maar als iemand anders uh, zegt wat je grenzen zijn. en hoe je het precies moet doen. dan ligt de uh, blessurepreventie. Uh, of de blessure um, om de hoek. die is vele malen groter. Is ook trouwens onderzoek naar gedaan. Ja. Dus uh, hoe je met je techniek omgaat. en hoe je hem gaat bepalen. Is ook een manier van leven, hè, Sean? Nou ja, 100%. En nou ja, dit hoef ik natuurlijk niet te zeggen, want we zetten niet alleen in de podcast om met elkaar in te zijn. Maar in dit geval zijn we natuurlijk 100% met elkaar eens. Als we het hebben over buigen, strekken, roteren, gaan we eerst bij jezelf onderzoeken. hoe ver jij kunt buigen, strekken of roteren. Door training en discipline kun je dat veranderen. Maar je kunt het niet veranderen omdat iemand anders zegt je moet meer buigen. Nee, nee. Dat, en, de, de, en, dat, dat is de externe input. Je kunt wel zeggen van tot zover kan ik gaan. En ik wil graag verder. Nou, er zijn heel veel manieren om meer flexibiliteit te krijgen om je draaien te veranderen. Dat soort dingen wel. Ja, uh, kijk, dus het nadoen van iemand is goed, maar heeft goed in de gaten dat je vaak iemand nadoet die al veel langer hiermee bezig is. Klopt. Sean, en die is dan. Then... Meer thuis in deze vaardigheden. Precies. En je probeert die vaardigheden wel over te nemen en die ja. coördinaties. Ja. Maar dat vergt toch wat meer uh, duur, een langere duur, voor dit te ontwikkelen. Absoluut. Dat gaat niet van ja. vandaag op morgen. Maar andersom zou dat ook zo zijn. Hè? Zou diegene jou moeten volgen? Ja. Dan heeft die ook die ja. ruimte en tijd ja. nodig. Want je hebt dan een andere manier van bewegen. Ja. Mooi gezegd. En ja. waar, waar ik nog ja. op terug wil komen. Is zo'n, het wordt vaak vastgelegd hoe iemand moet buigen, strekken of roteren, maar ook hoe die zou moeten uitzien qua lichaamsbouw. En dan krijg je te horen: iemand even overgewicht, nou ja, eh, ik zou dat al helemaal niet benoemen, waardoor je beperkt bent eigenlijk om deze techniek uit te voeren. Nou, ik, ik begin daar helemaal niet mee. Ik begin met mijn krachtoefeningen, mijn mobiliteitsoefeningen. En dan gaat die persoon op zijn eigen tempo, in zijn eigen duur, in zijn eigen ruimte, gaat hij dat ontwikkelen. Waardoor, als hij daarmee bezig is, dat van alleen zich verder ontwikkelt in een andere weg. In plaats van de weg die meteen al wordt aangestippeld. Je bent te dik, je bent te klein, je bent te groot. En dan heb je niet die mogelijkheden dat die mooi uitziet. Dat zijn allemaal subjectieve woorden. Um, daar ben ik het totaal kan me niet bij aansluiten, dus ik ga uit vanuit de techniek um, je lichaamspostuur dat ontwikkelt zich door mate als je ermee bezig bent en je hoeft dat niet te benoemen en um, dat vinden we fijner dat dat zei je het benoemt in een bepaalde context zonder body shaming te doen hè het ja. heeft heel weinig met techniek te maken, overigens, in die zin. We hebben, daarna af, we hebben daar een speciale podcast over gemaakt, over body shaming. Hoe vaak mm. dat nog voorkomt, uh, waarom wel en niet. En uh, dus uh, we hebben daar uh, ook nog uh, in, in andere manieren zijn we op teruggekomen. Maar technisch, uh, technisch heeft dat op dit moment, uh, kun je wel zeggen, dat door bepaalde, uh, dat moet je ook respecteren, hè? door hoe iemand is... Uh, beweegt hij misschien, ja kan hij op dit moment althans niet zo ver buigen als een ander uh, uh, als een ander dus dat is belangrijk als je iemand volgt dan wil ik nog even op terugkomen dus door het nadoen van bewegen dan werk, uh, werk ik of werken wij vaak met drie sleutelwoorden. Hè? We, we, we werken met het sleutelwoord kennis, uh, de mogelijkheden en je skill. Of wat je, wat je daarmee kunt doen. De mogelijkheid die je hebt. Als je iemand nadoet voor de eerste keer, dan heeft dat vooral te maken dat je, dat je dingen gaat zien. Wat het zou kunnen zijn. Je, moet, je hoeft niet per se de verwachting te hebben dat je het meteen kunt. Want je komt er dan achter wat je mogelijkheden zijn. Hè? Dus waarin je het nog niet kan. Dat is niet negatief. Dat is, dat is een nieuwe kennis voor je. Een beetje waarin je aan kunt werken. En hoe je het kunt toepassen. Je skills. Hoe je het kunt toepassen. De docent zou dat ook zo moeten zien, Tom. Je zou niet meteen van je moeten verwachten. Jij moet het precies zo doen zoals ik het doe. Dat, daar zit een ja. verschil in. Die moet, die moet onderkennen dat er uh, nog ontwikkeling zit in kennis. Er zit ontwikkeling in de mogelijkheid, bijvoorbeeld flexibiliteit. Uh, en in het toepassen van uh, die mogelijkheid en kennis, wat dan skills heet. Ja. En, ja, en je komt naar wegen te gaan zoeken waardoor het wel mogelijk kan worden. Ja. ja. Ik, ik heb ja. dat ongeduld ook wel eens soms, eerlijk. Zeker, ik ook. Kan natuurlijk. ik dat bekennen. Ja. Dat doe ik bijvoorbeeld in bepaalde dynamische kwaliteit. En dat leg ik even dan uit wat ik daarmee bedoel. Bijvoorbeeld eh, tikken met het hoofd. Tikken, tikken, tikken. En dan zie ik dat dat tikken nog niet zo lukt. Eh, omdat die spieren, die tonus, daar niet op getraind is. Ja. Nee. Dus dan heb ik dat tien of 15 keer gedaan en dat begint me ongeduld te verliezen, want ik heb het ook al voor gedaan en ik heb het ook uitgelegd langzaam hoe je het doet. Maar dan kom ik op een gegeven moment tot de conclusie: ik uh, ga het uitleggen en ik geef ze wat meer context over die spierspanningen en dan ga ik weer een paar stapjes terug en dan merk ik toch op een gegeven moment: verrekke, hey, het gaat nu werken. Het, het buigen strekken, uh, roteren in de bepaalde spierspanning als ik het nog um, naar de basis terug ga en de basis is ik geef ze wat meer context ja. en zodra ze die context hebben ja verrekken he, dan zie ik opeens een metamorfose gaat dat wel lukken ja. dus het heeft ook niet altijd nut alles voor te doen en het te laten voelen en het, of het te laten begrijpen ja. dus als je mensen wat meer context geeft ja, dan wordt het ook begrijpelijker ja, zeker. En da daar zit dus ook techniek in, zeg ik dan. Hè? Dus, ja. dus uh, Ton heeft het al een beetje uh, benoemd dat als je uh, in, uh, in een beweging maakt dan, en, je, en je breekt die uit, dan zijn het eigenlijk altijd een optelsom van, van enkelvoudige bewegingen. En als je de twee mm -hmm. enkelvoudige bewegingen tegelijkertijd doet, dan noemen wij dat een samengestelde beweging. Hè? Maar weet dan, uh, Ton, dat. Iedereen, als je door, door, door het normale leven heen gaat... dat die eigenlijk onbewust, samengesteld beweegt. We maken heel veel bewegingen. Om, en dat is ook mooi, want anders zou je niet kunnen functioneren. Maar in het aanleren van, uh, van dansen... en bepaalde specifieke bewegingen die we willen doen in dansen... helpt het dus, en daar is de gem, denk ik, briljant in, denk ik... is dat je bewust eerst singeler of enkelvoudig leert bewegen. En dan zelf ja. de optelsom gaat maken... Hoeveel je kunt doen. Alsof als ja. ik een bepaalde beweging maak nu en je wilt dat meteen zo nadoen, dan zul je zien dat dat bijna onmogelijk is, omdat je niet, <laughs> dat kan je niet bevatten. dan zeg ik, oké, okay, wat doe je met je linkerhand? Ja, wat doe je met je rechterhand? Wat doe je met je hoofd? He? Dat zijn allemaal samengestelde bewegingen. En als je dat dan precies gaat uitdrukken, ja, in één les. Als ze dat willen aannemen, Ton, dat vind ik zo bijzonder ook van jouw uh, methode, van de methode die we dan nu middels samen naar buiten brengen, is dat je met de simpele techniek buigen, strekken en roteren en die twee bewoordingen erbij, enkelvoudige en samengestelde bewegingen, zo ongelooflijk veel kunt bereiken in een hele korte tijd. Ja, en het gaat nog zelfs verder, John. Als ik het even <laughs> ja, simpel neem, je pakt de muziek erbij ja. en dan leg ik aan de kinderen uit ja. um, hoe die muziek is opgebouwd. Mm -hmm. En dan leg ik het uit als een zeg maar, treinstation waar alle sporen samenkomen. En op ieder spoor is een uh, uh, trein, maar op de ene spoor staat een gele trein, een andere rode, de andere een blauwe, et cetera. Maar dan leg ik dat zo uit: één spoor is dan de stem. Het andere spoor is dan de beat, eh, van, de, van de drums bijvoorbeeld, of van de bongo. En de andere, want de bongo weet dus niet wat het is, dus als ik zeg dat het een drum dat begrijpen ze dan nog. De andere is dan een soort uh, harp die erin zit, een instrument, een snaar instrument, ja. instrument. En de andere een piano. En, en dan zit een daar zit dan zo'n ratel, ook een snaar, ja. <laughs> een ratel in, r -tj, r -tj, ja. Ja. En dan, laat ik de, dan zet ik een muziekstuk op mm -hmm. met zo min mogelijk sporen. En dan laat ik de kinderen eerst eens ontdekken, technisch hè, ook, ontdekken hoeveel sporen erin zitten en benoem die sporen dan ook. En eh, daar sta ik verbaasd van. Tot we dan, eh, als ze dan gaan luisteren, ze zitten dan niet te tellen. Dat is dan ook weer een, een vaardigheid. Dan benoem... Dat, komen we altijd op hetzelfde, of meestal op hetzelfde uit, en dat wil zeggen, dan zeg ik drie sporen, en, iemand, en ik heb tien kinderen, dan zeggen alle acht ook drie. En de ene zegt vier, en dan denk ik, oké, okay, dan moet ik nog eens even luisteren. Ja, verrek, het zijn er vier. Dus die heb ik zelf ook nog gemist. En nou, waar kom ik dan naartoe? Naar die enkel en samengestelde bewegingen. Nu kom ik even daar naartoe. Dus je kunt met, het, eh, met lichaamsdelen dan, Bijvoorbeeld het instrumentale, de muziek, zou ik dan zeggen, uh, uitbeelden. En met de andere lichaamsdelen, bijvoorbeeld als je twee personen zou hebben, zou ik de vocale uh, expressie kunnen doen van de lichaamsdelen, enkelvoudig of samengesteld. Maar doe je die twee dansers weer samen en de ene doet de instrumenten en de andere doet de stem, okay. vokaal, ja. Vocaal, past het ja. nog steeds samen? Ondanks dat ze wat anders doen, Sean. Zeker, ja, fantastisch. Hè. Dus, ja. ja, en dat is dan techniek. Zo zou ik dus techniek willen ja. ik kan benoemen. Dus dat wat je hoort, kun je zichtbaar maken. En degene die dat nog nooit heeft gezien, maar die ziet dit de eerste keer, die kan beide dansers lezen. Ja. Ja, dus dat is ook, uh, ja, je, nou heb je muziek uh, gemaakt van singular. van enkelvoudig, sorry ik ging even naar het Engels, van enkelvoudig naar samengesteld, hè? muziekstukken zijn mm -hmm. eigenlijk natuurlijk altijd samengestelde, gelu want ja, muziek is niet anders dan het samenstellen van geluiden, ja. <laughs> ja? Dat, zo zou je dat heel simpel kunnen zeggen, en kom je mm -hmm. dus eigenlijk helemaal terug Ton, op onze allereerste definitie in deze uitzending en is de bewuste coördinatie van onderdelen. En misschien kun je dan zelfs even lichaams tussen haakjes zetten, want het hoeft niet per se lichaamsonderdelen te zijn, het kunnen ook muziekonderdelen. En die in een bewuste coördinatie uh, te doen, zonder oordeel of goed, fout, mooi of lelijk, uh, dat, uh, dat begint dus, wat mij betreft, heel erg op een definitie van techniek. Te lijken, dat je dat voor elkaar kunt krijgen. En je ja. moet redelijk simpel beginnen. <laughs> redelijk ja, simpel begin. absoluut simpel en, beginnen. Ja, absoluut. Dus met een enkelvoudige beweging, met, uh, <coughs> met één lichaamsonderdeel. Uh, uh, en dat, uh, ja, daarin, uh, daarin zijn we dus, uh, dat is de, althans onze beschrijving van uh, techniek. Ja, en dat begin ik ook met de muziek, hè, Sean. Ik leg ja. ze ook uit tot er hoorbare tonen zijn, ja. maar ook stiltes in zijn en tot je bijna nodig hebt. En de ja. combinatie daarvan, dat geeft dit muziekstuk um, zeg maar een bepaalde stempel. Ja. En dan kun jij kiezen wat je welke je, wil, wat je wilt pakken. In buigen, strekken, roteren, enkelvoudig of samengesteld. Het is voor ons vrij simpel. Maar voor, ik heb al gemerkt dat er best wel een uitdaging in zit enkelvoudig te bewegen. Af. En dan ook nog het geluidstuk of het geluidfragment eruit te pakken. Of dat spoor die je wil om gaan zetten. Ja. En maar dat voor, is ja, een zeker. prachtige ontwikkeling. Prachtig. En de voldoening als iemand dat voor elkaar krijgt, die is zo groot. Ja, dat vind ik altijd mooi. En daar zit het, uh, uh, daar zit het uh, verschil in. Dus je hebt nog niet gehoord van Nochton en mij... dat je een bepaalde beweging moet doen. He? Dat, dat heb ik nog niet gehoord. En heel veel technieken, techniekboeken... beschrijven een eindpunt of een beginpunt van een beweging. Hoe die dan, hoe die voet neergezet moet, moet worden... wat het draaipunt is en... Oké, okay, dat is een definitie die zij hebben aangenomen als techniek. Dat is ook prima. Uh, dat is alleen een andere definitie dan die wij hebben aangenomen als techniek. Dat mm -hmm. is het. Uh... Ja, en je krijgt ook dansstijlen. Hè? Je begint ja. eerst met een dansvorm. Zeg maar, de dansvorm is hip-hop. Maar dan krijg je dan de dansstijl binnen hip-hop. Is dan um, een bepaalde stijl, Old School ja. Ja, ja, of ja. Uh, House etc. Ga maar door. Je hebt tig um, stijlen daarin. En in die stijl is een bepaalde um, vaardigheid of coördinatie, bewegingsafloop, hoe je die buigen, strekken, rotatie doet op een bepaalde manier en hoe je dat doet. Dus hoe plaatsen wij dynamiek in? Wat plaatsen wij de lichaamsdelen in? Ja. En ja, en zodra je die techniek eh, zeg maar onder de knie krijgt of die stijl, dan is het die stijl. Denk maar aan Van Gogh of aan Rembrandt of eh, twee totaal verschillende muziekgenres, jazz of house. Ja, maar die tonen die blijven nog steeds hetzelfde. Alleen maar ja. de volgorde de die de is. Ja. Of ja. De, 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 het kader wat je er zelf omheen ja. hebt gezet. Uh, ja. Die, uh, die, dat dat mag. En daar, is de, bedoel, daar hebben Ton en ik uh, een mening over. Als je dat heel graag wil doen, moet je dat doen. Uh, uh, en dan, uh, daarbij kun je jezelf ook nog heel veel vrijheid uh, geven. Uh, maar niet denken dat dat het eindpunt is. En dat is ook hetgene wat je vaak hoort van dansen. Die, die willen uit dat kader uh, uh, maar tegelijkertijd wil je ook binnen een bepaalde context blijven. En dat komt vaak dan in mijn beleving natuurlijk als je dan een danswedstrijd uh, binnen een bepaalde stijl uh, wilt uh, doen. Ja, dan ga je natuurlijk, dat is ook al een inkleuring en een kadering. Want hoe kan je het anders meten natuurlijk? Hè? Dan, dan, dan wordt het heel, heel erg uh, chaotisch en zegt: nou doe maar wat en dan... Is het mijn mening, geef ik je wel of je de beste danser bent of niet? Nou, dat mag ook. Dat mag ook. Dat is een volledige vrijheid. En, maar dan moet je ook accepteren dat er een volledige vrijheid van beoordeling is. Nou, en het ja. laatste, dat willen we dan vaak niet. Dus dan gaan we dat weer inkaderen. En daardoor kregen we dat rare spanningsveld: van dit is de juiste techniek en dit is niet de juiste techniek. En ik zou dan wel zeggen, nou, dit is misschien de techniek die jij wilt zien binnen de context en de kaders die jullie omschreven hebben. Nou, ik wou dat het heel erg duidelijk was, Tom, maar dat is het namelijk niet. Jij hebt dat nog, nog goed bestudeerd, zelf ook nog, om mensen te helpen te beoordelen, maar die regels zijn namelijk volstrekt onduidelijk. Ja, daar haast... beginnen we dan mee. Hè? Ja. Dus als de regels onduidelijk zijn, dan krijg je diverse interpretaties. Ja, en dan, uh, ja, dan kun je eindeloos erover kletsen en je komt er niet uit. Maar over die techniek terug te gaan, het is eigenlijk een kunstje wat je leert. En ik begin dan bij die basis buigen, strekken, roteren. Maar ik leg nog drie begrippen uit die niet voorkomen in het dansen. En die noem ik uh, bodylines, dus uh, lichaamslijnen. Uh, dan noem ik ze uh, houdingslijnen. De Posture Lines en Actielijnen, Action Lines in het Engels. En wat bedoel ik daarmee? Posture Lines bedoel ik, dat zijn dus de lijnen die gedefinieerd zijn, technisch, waar een houding aan voldoet. Binnen een kan, bepaalde stijl. Uh, binnen een bepaalde uh, dansvorm, binnen een bepaalde stijl, als je het helemaal uh, wil gaan doen. En je krijgt dan een Bodyline, dat is bij mij een vrije lijn die voldoet dus niet aan regels behalve de eigen regels, je eigen gedefinieerde regels. En dan krijg je die kwaliteit ijs, zou je bij modern wat meer kunnen gebruiken en bij hip hop. Um, uiteindelijk uh, krijg je dan de action lines, dus die ene die body lines en posture lines, dus die lichaamslijnen en houdingslijnen, die zijn. Uh, wat je doet eigenlijk dus welke lichaamsdelen je doet en bij de action lines is hoe en wat je doet dus hoe en wat hoe is dan meer de dynamiek met welke snelheid die gaat en wat is in welke vorm die plaats in welke ruimte ja ik ga nu keihard hè Sean <laughs> Nou, hey, ik, kan het, ik kan ik kan, dus, dus je, je zou kunnen zeggen dat de actielijn heeft wel altijd te maken met de verandering van uh, de vorm. Ja. ja. Uh, dus dat is een, een dan, uh, dus uh, ja, in, in bepaalde dansstijlen willen ze die postje lijn die is gedefinieerd. De, de, de danshouding, wordt het dan vaak genoemd in bomen, <clears throat> ja, die wordt enorm statisch gehouden in, de, in, in het. In het, in het in de bovenkant van het lichaam. Klopt. Ook een ballet en stijldansen. Ballet, ballet stijl maar je kunt natuurlijk niet bewegen als je de postje lijn overal statisch houdt. Ja, maar daar dan... zie je zo dat techniek een momentopname is, ja, want precies. als je dat dan, dat wilde ik zeggen, uh, ja, daar wil ik precies naartoe. Oké, okay. <laughs> ja, ja, ga, ik... ga maar verder. Ga maar verder. Nou, vanuit vanuit de laban uh, hebben we een begrip dat heet stilmus. En ik zei nee. tegen een van mijn leerlingen. Jij bent heel goed in stilnes. Dus. En ik snapte dat ook heel goed. Want het ging echt letterlijk van de ene lijn zouden wij zeggen, naar de andere. Zonder bewust te zijn wat de actielijnen zijn. Ja. Weet je, dat, dan krijg je dat bewegen. Ja. En als je dat bewust wil doen, staat staccato achtige veranderingen. dan kan dat op zich best wel iets betekenen, natuurlijk. Uh, uh, dat. Uh, er is geen goed en fout, maar ik zei eigenlijk, je bent heel erg goed in stilnis. Ja, ja, ja. Ook een dat... techniek, ook een techniek. Ja, is het... ja, want het kost heel wat moeite om zo stil mogelijk te zijn en je lichaamsdelen op de plek te houden. Oh, ja. Dus dat is die coördinatie. Dus we spreken meer, ja, coördinatie en de vaardigheid. Ja. En eigenlijk, uh, zo'n techniek is ook zo'n kuntje eigenlijk. Je leert dat kunstje. En als je het één keer onder de knie hebt, kun je het volgende kuntje leren. En heel veel kuntjes bij elkaar. Dan is je techniek levendig, want er komt steeds iets voorbij. En zo kun je ook zien wat we net over hadden. Het is ja. een momentopname. En zo'n techniek evolueert, ontwikkelt zich. Want dansen is ook in die statische houding toch ontwikkeld. Alleen maar ze willen het vast blijven houden, maar het is onmogelijk vast te blijven houden. En ieder lichaam trouwens heeft ook zijn eigen taal. Het is one of a kind wat iedereen ook laat zien. Maar als je dan stilnis uitvoert en het zou bedoeld zijn dat het stil is, dan zou het ook niet mogen bewegen. En ik heb iets spannends gemaakt, Sean. En ik ben begonnen bij de basis, bij die kinderen. Ik heb een show gemaakt, speciale muziek uitgezocht. Ja. En dan begin ik met enkelvoudige bewegingen, bijvoorbeeld hoofdtrillen. Uh, iemand die kijkt, die ziet dat dan. En dat doet dan de hele groep. Maar als dan de schouders mee bewegen, of bij sommigen de armen, ja, dan doe je iets anders wat ik gevraagd heb. En dan is die vaardigheid of coördinatie, die zit er niet in. Dus je leert je die vaardigheid aan alleen maar je hoofd te bewegen. En als je dat met tien mensen doet of tien dansers, is het ontzettend prachtig effect. Als het dan ook nog iedereen verschillend doet, dat hoofd bewegen of trillen, ja, dan krijg je echt een waanzinnig effect. En dan pak je in de volgende deuntje, pak bijvoorbeeld de handen. Alleen maar de handen voor allemaal. Ja. Ja. Maar dan niet de schouders bij bewegen. En dan kom je toch erachter langzaam van, ja, het klinkt wat simpel één lichaamsdeel en die andere lichaamsdelen op de nee. plaats te houden, maar dat is het niet. Nee. Dus, uh, ja, ja. Het is een prachtig proces is dat. Ja, dus, uh, ja, dat, uh, dat is, uh, dat hebben we, het. we zijn aan het einde van het uur, Tom, maar we hebben we ja, hebben ja. Het, maar, we hebben... Ja, we, hebben behoorlijk wat, we hebben behoorlijk wat gezegd vandaag. <laughs> uh, mm -hmm. Als je daarnaar uh, naar geluisterd hebt, uh, hoop ik dat jullie dat doen. Uh, dat, uh, dat het altijd gaat om de bewuste coördinatie van lichaam en tussenlichaamsdelen. Uh, dat laatste showvoorbeeld dat Ton uh, noemde, uh, uh, vertelt dat ook. Uh, zie, en, en in onze beleving zit daar techniek in. Daar heb je technische vaardigheden voor nodig om dat te doen. Uh, het is verbazingwekkend. Je zou denken dat als iemand binnenkomt in een danszaal, uh, ik nog nooit gedanst dat, dat enkelvoudige bewegingen, dat zou dan het makkelijkste moeten zijn, zal ik maar zeggen. En dat is het nou juist net niet. <laughs> dat is nou nee, juist ja, net. Niet. Uh, dat isoleren van uh, lichaamsbewegingen en die dan ook nog kunnen bewegen in de manier zoals jij dat zou willen. Dat is over het algemeen uh, veel moeilijker. Totaal onderschat, uh, Sean. Ja, dit, uh, dit dan... alleen al wat ik doe hier met mijn vingerbuikstrek, roteren, is totaal onderschat. Uh. Ja, en dan zeggen ze: ja, kan ik toch? En dan doen ze ook die vingers. En dan zie ik dit. En dan zien, uh, zijn ze de onderarmen doen. En dan denk ja. ik: nee, alleen maar de vinger, jongens. Zelfs nog niet de hand. Ja. Het beweegt natuurlijk, die hand, want het is aan elkaar verbonden. Maar je probeert ja. het. Lichaamseer zo, ja, zo specifiek mogelijk te benutten. En, uh, en de combinaties van alles geeft een bepaalde kunst of een bepaalde stijl. En die laten we het liefst door de trechter vragen. Uh, zelf uh, kom je daarop uit. Maar dit is een proces. En dat proces kost een bepaalde tijd of duur dit te ontwikkelen. En als je het dan toelaat. Ja, dan kom je tot een unieke stijl. Ja. Unieke techniek geeft je uiteindelijk dan de mogelijkheid om creatief, uh, om creatief, uh, om je creatief te uiten, zoals jij dat wilt. Hè? Dat geeft techniek. En uh, ja, een van de mooie dingen die je gezegd hebt, Tom, dat eigenlijk techniek is ontstaan vanuit creativiteit. Hè? Dus het is eerst bedenken wat je wilt bewegen en dan zoeken hoe je dat moet doen. Uh, en, en het niet vastleggen van bewegen en hopen dat je daar creatief in kunt zijn. Uh, dat, is een, uh, groot, uh, dat is een groot verschil. Moeten we maar eens even over nadenken of dat zo is, Ton? Ik ben het er, uh, ik ben het er uh, helemaal mee eens. Je hoeft het er overigens ook niet mee eens te zijn. Trouwens, als je naar ons luistert en naar ons kijkt. Uh, dus laat het ons graag weten. Uh, wat mij betreft, Ton, was dit toch wel weer een hele spannende aflevering van. Uh, van de podcast Dance Jams. Een podcast vanuit een ander perspectief. Techniek liet zich ook nog even zien toen de techniek van jou even wegviel. omdat je niet in beeld was. Dus nou, dat was op zich wel grappig. Maar ja, dat zeg ik. Enkel ja. en liep de uitzending door, Sean. Daar ben ik wel blij mee. Ik heb het fantastisch gedaan bij mezelf. Ja. Je zult het terug horen. Ik ga, ga terug luisteren met wandelen uit. bij de hond. Zo. Dan gaat de hond mij wandelen en ik ben heel erg uh, bezig met het beluisteren wat Sean daar zei. En dan even pauze zetten, weer terug spoelen en dan weer uh, opnieuw ja. beluisteren. Nou, dus, nou, uh, ja, nou, maar even... super interessant. Uh, maar ja. maar, je, maar je, ik wil nog een uh, korte samenvatting maken. Niet, over de hele podcast. Maar techniek is iets holistisch. En techniek kun je in heel veel facetten doen. Zoals in de lichaamshouding, waar we het over hadden. Maar ook in je kracht, mobiliteit kun je dat ontwikkelen. En zelfs als je de kracht ontwikkelt, daar heb je ook nog heel veel keuzes in. Of je het statisch doet of dynamisch, et cetera. Daar komen we ook nog aan toe in onze verdere podcast. In de ademhaling, die hebben we niet benoemd. Maar in de muzikaliteit in de blessurepreventie. Dus techniek is een heel ruim vattend uh, geheel. En ja, je kunt het niet helemaal inkaderen. Je mag het inkaderen, naar onze uh, zichtwijze. Uh, ja, en probeer je vooral niet te herhalen. Want als je je herhaalt in de techniek en iedereen wordt uniform, hè? kan zijn. Um, kan zijn. Ja, het kan, het mag, maar het is niet onze doelstelling. Um, maar soms is het wel nodig. Hè? Als je een uniform team wil krijgen, tot iedereen zeg maar, dezelfde technische uh, vaardigheden gaat benutten. Maar die is, zoals gezegd, van persoon tot persoon verschillen die. Want ieder mens heeft een unieke gedachte, uniek lichaam en een unieke uh, spierspanning. Dus niemand is hetzelfde. En die probeer je dus misschien door die technische inkadering hetzelfde te krijgen. Dat mag, maar het nou, hoeft, niet. hoeft niet. Hoeft niet. Nou, mooi gezegd, Tom. Uh, nou ja, graag tot de volgende keer, Tom. Uh, we hebben weer een ander onderwerp, wellicht. Uh, of we gaan nog even dieper op, dit, op deze, op deze onderwerpen in. Nou hebben jullie uh, als luisteraars en kijkers denk bedanken we jullie natuurlijk altijd. Uh, maar hebben jullie zelf nog vragen over dit onderwerp of een ander onderwerp dat met dansen te maken heeft? Dan horen we dat natuurlijk graag. Uh, en met dat zeg ik natuurlijk tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Dance een podcast vanuit een ander perspectief. Ton, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, luisteraars. Dank jullie wel. Ja, en uh, dit was uh, een aflevering van Dance Jams Techniek, de uitdaging van discipline en creativiteit. Uh, we zijn zoals altijd te vinden op Spotify uh, of op YouTube uh, Podcast. of we zijn op onze eigen website jamdance En met dat zeggen we tot de volgende keer, bye bye, goodbye.